Ik met de trap naar boven gekomen. Twee verdiepingen. 88 treden. Een niveauverschil van 22,23 meter, zo'n gruwelijk geschat. En dat heb ik gedaan in 23,78 onderste. Dat is niet slecht, hè? Nou, alleen, zeg je nog niet versleten. Al dat ik 10 uur per dag met mijn gat in mijn taxi zit. Volgende jong! Wat hè? Zeg dan nog eens? En dan gaat dat zus. Mijn moeder heeft je volloer opgeschoten. Nee, sorry, excuseer, ik doe dat niet expres. Dus het is hier, jongen. Mijn moeder die jij nog met Frisco in de cinema geloofd. En dan gaan we een keer een op je bakjes gekregen. Maar ik zweer het dat ik er niet aan kan doen, sorry. Ik ben slachtoffer van het specialisten syndroom van Gilles Tourette noemen. Ja, ik schel die mensen uit en maak ik vieze gevaren zonder dat zelf te willen. Ik kan er echt niet aan doen. Nee, niet zo waanzinnig zeg, maar ik zweer dat de waarheid is. Het is begonnen toen ik jaar of 11 was, ondertussen ben ik er 35. Ik loop al jaren van denken ik naar de ander, maar het schijnt ongeneeslijk te zijn. Tenzij ze op jonge leeftijd met medicatie beginnen. Zeg, dat is niet allemaal! Nee, sorry, ik krijg een kleine aanval. Ik een makkelijk leven zijn, hè? Frik vet, scheren! Zie, ik krijg nog zo'n aanval, hè? Maar ik zie het, zeg. Ja, dus dan heb ik maar een afspraak gemaakt bij een bekende specialist, dokter Sterren, hè? Ja. Zeg, naar het schijnt is meer dan de beste van de wereld. Nee, niet naar het schijnt. Het is gewoon de beste. Volgens mijn noos, hè? Weet jij hoe lang dat ik op deze afspraak wacht? 13 minuten en een half heb ik op deze afspraak gewacht. 410 dagen, 9.840 minuten, 520.800 minuten en een seconde en 32.424.000 tiende van een seconde. En als je het ontvangt, heb je die ene patiënt twee keer? Nee, volgens mijn dokter heeft hij hier afspraak genoeg om een zware blokkage te deblokkeren. Ja. Ik hoop dat de mijn stuiptrekje dat kan verminderen. Ja. Ik hoop dat. Ik, dat hoop ik nog gerust. Frits, aangenaam. Ik heet Frits. Aangenaam. Ik ben Alfons, hè. Ja, ik ken niet zo lang Alfons. Zeg, en krijgt u dat ook s'nachts? S'nachts? Nee. S'nachts kan ik gelukkig slapen. En overdag, want ik was krijg je tanden. Ik heb dat eigenlijk nog nooit geteld. Hé, maar je bent 35 jaar. En je zegt dat het begon niet toen u 11 jaar was. Ja, dat klopt. Dus zit ik u al 24 jaar aan het afzien, met andere woorden. Ja, dat kan. En u heeft nog nooit de nieuwsgierigheid niet geweten om dikwijls dat u er op een dag toe. Nee, niet echt. Nee. Maar, u krijgt 6 aanvallen op 5 minuten, wat 72 per uur wordt. Mm-hmm. Maar 16, want ik veronderstel dat je 8 uur per nacht slot, hè, dan wordt 1152 vieze tekens en vieze vingers per dag. Per uur, maar al ja. Maar ruw schat natuurlijk, hè. 1152. Maar 365 is 420.480 vieze woorden en tekens per jaar. Tja, als je het zo bekijkt, dan wordt het inderdaad indrukwekkend. Maar zeg, beslaat ik. 420.480. Maal 24 is 10.109.520 vieze tekens sinds het begin van uw ziekte. Ruw schat? Nee. Op de kopat deze keer, hè. Potverdomme! Zeg, maar er zitten er precies zo proper tussen. Ja, gelukkig wel, ja. Zeg, ik wil je een discrete vraag stellen. Ja, natuurlijk. Wat doet u aan beroep? Want ik kan me natuurlijk voorstellen dat u wiskundeleraar bent. Nee. Als kind wou ik maar één ding worden. Stroomzakken! Nee. Ik wou als kind advocaat worden. Ja. Advocaat. Ik wou onschuldige mensen vrij pleiten door schoonzinnen te vormen. Maar ja, kun je het gezicht van de juryleden naar voorstellen als ik er zo'n aanval krijg in vol pleidooi? Ja, ik zie het zo veel mensen. Graag de voorzitter, dames en heren van de jury. Voorzitter! Nee, dat is echt niet. Dat idee heb ik maar laten varen. Ja. Ik heb ik maar wijselijk besloten om van thuis uit te werken. Ja. Ik heb ik een klein winkel kunnen. Ja. Oh, taxichauffeur. Nee, waarom zit je eigenlijk hier? Oh, volgens mijn vrouw ben ik geobsedeerd door cijfertjes. Wat is dat niet opgevallen? Ik heb er ook geen last van, hè. Maar die van ons, die kan er niet goed tegen. Die zijn heel veel af. Terwijl het voor mij meer een hobby is. Ja,
En zeker als je hobby of uw handicap, allee, als je het dan een handicap kunt noemen, je super intelligent maakt. Hè. Je stelt sneller dan... Mijn gas! Nee, ik bedoel sneller dan het licht. Zeg, Frits, mag ik hier nu eens vragen? Hè? Ja. Stop alsjeblieft met te excuseren. Ja, ik weet het, er zit ook nog op je gezicht in mijn... Maar toen kende ik de situatie niet, dan dacht ik van, allee, ja, dat ging erop. Maar nu weet ik perfect de situatie en ik begrijp volkomen de situatie. Dus stop alsjeblieft met te excuseren. Zie je al, hè? Zeg, getrouwd? Nee. Al ja, één keer, bijna. Isabel. Ah, Isabel. Voelde dat maar, ja. Het is niet doorgegaan. Ja, God, waarschijnlijk schrik dat ik in plaats van ja tegen haar zou zeggen dat pastoor zou uitscheiden. Maar ja, het was natuurlijk niet gemakkelijk voor haar. Hè. Voor de familie, voor de vrienden, voor de kinderen dat er misschien zouden komen. En jij? En jij de kinderen? Ah, twee. Belachelijk getal, hè. Ja, je kunt er dan moeilijk miljoenen maken, hè. Ja, in zekere zin met... Weet ik eigenlijk veel spin, maar dat is een weer. De normaal beschiet dat ik een keer als hem krijg, toch? Ja, maar ja, dan ga je nog een boven ergens onder. Hoeveel, denk ik? Ik geef aan spinning van 10 miljoen. Ik zou dat niet kunnen weten, maar ik veronderstel dat er heel veel zullen zijn. Niet veel, gigantisch veel. Nee, als je nou weet, dat we spreken van 60 miljoen sperma de suïte per milliliter. Hè. En als je weet dat er bij elke ejaculatie 4 tot 5 milliliter vrijkomt, ja, dan spreken we gemakkelijk van tussen de 120 en 300 miljoen sperma de suïte. Ah, nee, genocide, dus elke keer als je mij vest vraagt. Ja. Goeiedag. Is er een probleem? Nee. Dat is tegen de micro. Excuseer, is er hier ergens een wc? Daar. Dank je. Zeg ons uit! Heb je dat nou gezien? Is je nog ergens die van ons? Die van ons heeft, zelfs als mijn hotel gelegd, die zou dan maar met flits aan spoten tot dat alles blieft. Zeg, al goed weer dat die van ons nog niet begint af te wassen als goed restaurant. Ja, zeg, weet jij dat alles constant proper maken, dat er ook mijn tik is? Ja, serieus? Ja, dat deed... wacht eens. Ja, sinds dat ik zo op consultatie kom, ben ik mij wat in het onderwerp kunnen verdiepen. En heb ik zoal eens een boek gekocht daarover, om daarover andere tics te leren. Ah, valasse. Dat heet wasrituelen. Ik ben er zeker van dat er een moeilijke term voor bestaat. Niet meer, ik kan het niet. Ik ook al 750 seconden. Allee, Ruby, schat, ik heb het niet zo nagekeken. Ah. Oké. Okay. Ja. Niet bewegen, ja. Ik ben er bijna. En onze druk! Hier, dat was niet de bedoeling, dat had ik niet moeten zeggen. Ik krijg het precies aan in de zilver. Dat is toch niet besmettelijk, hè? Ik hoop dat ze maar niet goed is, hè? Je ziet dat heel gênant is, hè? Mist die maar naar goed hebben, hè? Dan zeg ik, dat komt de ziekte in van de deur van Gillette. Gilles de Latourette. Ja, dat toch wel redelijk gesust, hè? Ja,
Maar waarom ging eigenlijk die vrouw uit te schelden? Dat was niet op beurt, dat was ook die van ons, hè. Het gaat dat hij al 82 keer maar opgegeten heeft om aan deze afspraak te komen. En dat ik zo gezicht ziek zit. Maar zo toen ze zijn beter in de leerkamer en zijn misschien zeker dan ik. Ja, voilà, ik heb het gevonden. Dat is smetvrees of nosofobie. Nosofobie, wat is dat vergeten? Nosofobie. Overdreven angst voor microben en om ziektes op te lopen. Zeg, er staat er ook een naam voor, en ik liet de naam voor maandien. Ja, voor u moet dat zijn... Nou, voor u is dat aritmomanie. Ah, wat is dat voor iets? Wel, aritmomanie, drang om constant alles te tellen. Serieus? Maar god, zeg ik dat maar... Dat wil zeggen dat ik echt ziek ben? Ja, dat staat toch in een boek? Tik eens. Nee. Sorry, mevrouw, ik wil me excuseren. Ik doe dat echt niet expres. Zat? Is ze dan zot? Ja, nee. Dat is Fritje. Ik heb het hem excuseren. Het zijn soms lelijke woorden en vieze kiekers, maar het doet dat niet expres. Ik kan dat niet aan doen. Ik moet hem excuseren. Het syndroom Gilles de la Tourette. Heel juist. Ken je dat ook? Maar ja, ik heb er al veel reportages van op tv gezien. Ja? Ja? Nog nooit. Zorg me slapen! Ja, maar stop met de kwezenlood, en ik zeg toch dat hij er niks kan aan doen. Je geeft hem schuldgevoelens, terwijl dat de man hier maar een beetje ziek is, hè. Zeg, is een dokter er nog niet? Ik weet het niet, ik zijn hier zo'n 3 minuten. Vier minuten. 54 seconden. Is een dokter er nog niet? Nee, niet dat ik weet, nee. Maar ik wacht al 13 minuten en half op deze afspraak, zeg u. En ik vraag je dus niet, ik heb al een tijd. Dat er wat aan bereikt te schuiven! Maar stop alsjeblieft, het kan er niet aan doen nog. Verstaan u geen flons misschien? Zeg, maar ik ook niet. Wat heb jij ook niet? Ik kan er ook niet aan doen. Zeg, mag ik de kerken leven eens even in mijn alsjeblieft? Wat doen we? Dat gaat weet ik je dat zo weer, de kerken leven. Oh, dat is zeker. Ja. Kan het niet? Jawel. Ja. Amai, je ziet. Maar wel zien, dat is al de derde keer. Die moet al zeer verslaten. Ik denk zo tussen de 120 en 150 stukken per jaar. Reugenschat. Wat denk je nou? Ik zou dat niet weten. Stil dat niet. Dag. Heb je ook een afspraak? Ja. Hoeveel afspraken heeft je dokter eigenlijk gemaakt? Dat weet ik niet. Maar, misschien kunnen wij het licht opdoen, dan durven ze niet meer binnenkomen. Oh, het licht! Ik ben thuis het licht vergeten het te doen. Oh, ik zit toch een kalf, ja. En de gas? De gas ook al? Oei. Misschien? Nee, zeker. Anders zijn er draadingschauffeur, maar juist. Ja, dat is juist, dat is veel te binnengekomen. Maar dus het is hier, hè, als ik naar bij u thuis een ramp kan voorkomen, hè, dan wil ik gerust maar plus verder. Ja, natuurlijk. Dat. Maar het probleem is, hè, ik ben niet de eerste. Fritz is daar die brave jongen, die is de eerste. En die madame dat daar altijd gemak zit, hè, die is naar mij. Ja, maar wil ik gerust ook laten voorgaan. Ik heb al een thuis, ik wil daar rustig plezier mee doen. Merci meneer, dat is heel lief van u. Ik zei toch dat het een brave jongen was. Ja, lieve doet er! Goed, stop maar. Ja, ik heb het een beetje... Ik heb het een beetje gezegd. Dat spreekt een brave jongen, maar hij is soms lelijke woord, maar hij kan er niet aan doen. Je moet het hem niet kwalijk nemen, zie je? Nee. Monsieur Madame! Jezus, meneer. Ja, en elke keer dat spreekt een lelijke woord zegt, is je madame kruisjes aan het maken. Ik zie het. Oh, mijn foto's. Zeg, hoe laat gaat die dokter ons eigenlijk ontvangen? En hoeveel volk gaat er nog komen? Oh, dat weet ik niet, hè? Maar er is nog niet eens doorvraaien. Naar deze zullen ze voor de schoot met gaan zitten, hè? Wat? Zijn ik niet naar hier gekomen om vol blad plakken terug naar huis te gaan, hè? Ja, maar dat was maar een grapje, hè? Grapje. Ik snap het. Och, ben je vallen en hadden ik hem zo. Oh nee, had er na iemand aan de deur belt voordat ik de gas heb toegedraaid,
catastrofe veroorzaakt. Je hebt trouwens niet gecheckt of dat je je gas hebt toegedraaid als je bent vertrokken. Jawel. Alleen dat denk ik toch. Meestal controleer ik alles voor de deur, man. Verschillende keren zelfs. Ja, ja. Hoe dikwijls heb je dan aangekeken? Zo, dat weet ik niet meer, hè? Maar heel veel. Meer dan 10? Och ja, veel anders. Ja, maar hoeveel ruggen schat je gewoon? Toch zeker tussen de 20 en de 30 keer, minstens. Wat dan is het geen probleem, hè? Nee, natuurlijk. Nee, als je een keer alles nakijkt, dat is meer dan voldoende. 30 keer, dat is zeker alles in orde. Ja? Ze wil nooit als ik allemaal gevoegd! Dat is lang geleden, ze. Ja? Hier is stoel nummer 6. Kom binnen. We zullen u niet opeten. Dat hoop ik, ja. Alleen? Waar wacht die op? Die Lijlen. Welke Lijlen? Ik sta nooit over Lijlen. En die zijn er hier overal. Jongen, springt er dan over, hè? Het zijn er maar 172. Ik ben bang dat de mensen daar voor het lachen. Maar nu, ga nu ons uitlachen, want hier waait het zeker nog doen wat dat voor u onwaarschijnlijk is. Natuurlijk niet. Wat wil dan? Oh, maar ik zit hier eigenlijk voor een vriendin dat slechte been is. Persoonlijk heb ik geen probleem. Nee, dat zal me niet zijn. Nee. Wie wil er een glas water? Oma, water! Oh, ik ben zeker de krant thuis vergeten toe te draaien. Tegen dat ik thuis kom is alles overstroomd. Maar nee, natuurlijk niet. Met een beetje chance is hier dat kot al ontploft. Maar aangezien ik hem niet aan de lijn kan krijgen, weet ik dus niet of dat hij nog in het vliegtuig of al in dat taxi zit. Gelieve ons te verontschuldigen, maar wij moeten terug naar de telefoon. Wij houden je op de hoogte. Leven hier. Had ik de gas, de elektriek in het water in laten opstoppen, dan ook ik nogal een factuur ontvangen? Ah, zeg maar, moet ik eens uitrekenen hoeveel dat gaat kosten? Nee. Ja, maar ruw geschat. Nee. Van Frankfurt, vlieg je dan op Zaventem of op Charleroi? Ah, Zaventem, in Terminal B. Wanneer kan je dan hier zijn? Normaal drie kwartiertjes, maar zo'n Alfons hier het klein half uurtje. Hij zit misschien ook vleegtoor. Zeg, mama, stoort dat hier nadat ik eens een beetje verlucht? Want zo
6 mensen in een klein ruimte, dat is wel heel onhygiënisch. En zeker in de winter, met alles wat er rondhangt, van bronchite en keelontstekingen. En wat dan nog allemaal? Je vindt hier nou niet direct warm water, hè? Ja, 2 minuutjes maar, hè. Vooraf! Dat is goed, zit. Wat zijn jullie aan het doen? Een beetje harmonie brengen in je rommel. Rommel? Welke rommel? Choqueert je rommel dan niet? Zie je dat dat niet symmetrisch is? Als die dokter ons niet voor hier gaat ontvangen, dan zitten wij hier maar gebroken, denk ik. Ah, oh, ik moet niet al de dag de taart. Ik ook niet. En ik zeker niet. Vooral niet als mijn kraal nog loopt. Tegen mij was gezegd dat een beroepsding was. Serieus? Ja. Je kunt al niet gaan aanleggen! Ja, sorry. Wie heeft dat gezegd dat hier beroepstherapie was? Ik heb niet gezegd dat dokter Stern verwezen heeft. Achterlijke zak! Waarom ook niet bang? Ja, sorry. Dat idee van die groepstherapie, dat stresseert mij. Mensen lachen mij alleen maar even met mijn problemen. Ik kan er langer of minder tegen. Ja, maar we zullen afwachten wat de grote dokter Stern te vertellen heeft. Hè? Maar misschien maakt ons druk voor niks kent, hè? Dus rustig, Frits, rustig. Cool. Cool. Ik heb 2 jaar geleden zo'n groepstherapie meegemaakt. Huh? En er heeft al niemand iemand uitgelachen. Maar is de zin er als hè? Weet je wat we zouden moeten doen? We moesten ons aan elkaar voorstellen. Wat is dat in godsnaam? Ik vind dat een goed idee. Ja. De dokter zou dat ook vragen. En als wij dat nu al doen, is dat direct gewonnen. En als we elkaar maar beter kennen, dan zijn we misschien minder gestresseerd. Ja. Je moet ook zeker voor wat hier zijn. Hmm. En wat de kleur van de dag is. Kleur? Kleur? Wat is dat nou weer? Dat heeft met je humeur te maken. Ah. Als je pessimistisch bent, gaat het hier er wel zwart neigen. Hij zit ook gezien, dat wat dan weer met roze. Ah, dan moet het toch nu passen, hè, met roze. Want ja, daar kan u misverstanden, zeg ik niet waar. Ah, ja, bon. Bij mij is het goed. Wie begint er? Ik wil wel. Ik hier Bon. P.O.P. Excuseer, maar mag ik die deur niet terug doen? Ja. Is hier niet direct warm water? Jo, 2 minuten zijn om. En nu wordt er niet onderbroken natuurlijk, hè? Kluszanger! Maar af en toe breekt je natuurlijk, maar ja, je kan er niet aan doen natuurlijk, hè? Maar, ik ben dus Bob, ik ben 48 jaar en ik ontwikkel videospelletjes. Ik leid al gedurende vanaf mijn puberteit aan verschillende tics, waaronder de belangrijkste mijn totale onbekwaamheid om over lijnen te lopen. En mijn fascinatie voor symmetrie natuurlijk. En een kleur? Wat is dat groen. Kleur? Ah ja, waarom? Omdat groen juist niet meer van de regen loopt. Je hebt aan de ene kant rood, oranje en geel. Oh. Aan de andere kant blauw, indigo, violet. Ah. 3 en 3. En groen ligt al juist in de regen. Ja, misschien in volgorde van aankomst? Ja, dat is nu aan mij, want ik was hier eerst. Ja, ik heet dus Frederik. Ja. Fritsje, voor de weinige vrienden. Ik ben 35 jaar en sinds mijn jeugd leid ik dus aan het syndroom van Gilles de La Tourette. Tja, en aangezien dat een van de weinige ongeneeslijke tics is, hoop ik dat... Vind je dat moeder? Nee. Hoop ik dat ze met medicatie mijn tik wat kunnen verminderen. Voilà. Zeg, en haar kleur? Wat is haar kleur? Mijn kleur? Ja. Isabel. Isabel? Dat is geen kleur. Dat is nog wel dan. Okay. Dan naar mij zijn, hè. Ja, ik ben dus Alfons. Hé, dat je bedankt zijn, hè? Ja, ik ben dus Alfons, 58 jaar, en mijn kleur is zwart. Ja,
Terwijl de minister van mijn taxis, eigenlijk allemaal. En mijn probleem is, alleen mijn probleem. Ik heb ook geen probleem, hè. Die van ons heeft het probleem dat ik van 's morgens tot 's avonds alles zit te tellen. Ja, door de hel, maar ja, ik heb nog gezegd, je mag eens erop beginnen. Maar ik heb op dit moment twee mogelijkheden. Oftewel werk ik kalm. Oftewel vraagt die van ons na 25 jaar wegscheiding aan. En hoeveel dagen zijn dat 25 jaar? 9.825. Wauw. En hoeveel minuten? 35.800.000. Zonder nadenken. Ja, maar dat is, ik heb geen moeilijk. Dat is, hoe liever dat je het hebt. Ja. Ik heb juist gezegd dat ik een seriemoeder ben. Dat is niet waar. Dat is een zuiver, maar dat is alles. Blanche, blanche, blanche de pijn. Alfons! Ik ging niet meer onderbreken. Excuseer. Stel je eens voor. Ja, zoals u kunt zien, is wit mijn kleur. Ik ben laborante, maar ik ben als de dood voor virussen en microben. Ja, met alles wat je hoort en leest tegenwoordig, en ik reden genoeg om ongerust te zijn. Ja, en soms laat ik maar een beetje meeslepen. En daarom hebben mijn collega's gezegd, raadpleeg die een dokter is. Tja. Zeg, en hoe oud wordt het toen dat begonnen is? Ach, ik heb het al van kind af aan. Ik denk dat je mijn baby aan de mug afdrukken. Afdrukken, 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 afzorgen! Hoe is het rekenen met Alfredje? Dan denk ik dat het niet is. Ja, als je tenminste gestopt hebt met braaien. Afons. We gaan niet meer aanplakken. Stel eens voor. Ik heb toch al gezegd dat ik hier ben voor een vriendin dat slechte bieren is. Ja, ik denk dat die vriendin als vier druppels water op uit trekt. Oh, mijn water. Alfons. Stel eens voor. Ik heet Maria. Daar had ik geen nog wat verdikken onder deur durven binnen ze. Ik kon niet zeggen hoe oud ik ben. Mijn kleur is blauw, maar wel hemelsblauw. En ik ben hier omdat ik volgens mijn huisarts een manier dat gewoon een tik noemt. Welke manier? Ik stop nooit meer alles te controleren. Zoals? Vooral mijn chacos. Ken je dat, Fritje? En als ik thuis deur ben, dan zie ik verschillende keren af of dat alles wel op slot is en de kranen toe zijn en de gas en de elektriek wel op zijn. Wat is dat dan? Ja, dat is een klassieker, hè. Dat is de controle-tik. Ik denk dat u de laatste zijn, hè. Excuseer dat ik nog even doordraag op u, maar als je nu constant zit te bidden en een kusje zit te maken, hè, is dat ook een tik? Dat weet ik niet. Misschien. Denk je dat ik een vaas gemaakt heb? Nee, Maria. Het is niet omdat we een probleem hebben dat we getikt zijn. Hè? Ja. Allee, wees gerust toch. Allee, ik denk dat echt dat om mij is. Och, ik niet. Och, ik niet. En waarom niet? Ik ben nogal verlegen. Ik ben nogal verlegen. Als de dokter er is, gaat dat toch alles moeten zeggen, ze, hè? Ja, Blanche heeft gelijk. We zien dat ze een opwarming. Go for it. Ik heet Lily en iets in mijn hoofd verplicht me om alles te herhalen. Ik heet Lily en iets in mijn hoofd verplicht me om alles te herhalen. Hm? En wanneer heb jij dat dan? Maar altijd. Zeg, jij altijd alles twee keren? Ja, en soms herhaal ik de laatste lettergreep van iemand anders. Ja, en soms herhaal ik de laatste lettergreep van iemand anders. Hey, wanneer is dat begonnen? Toen onze pa is gestorven. Maar zeg, dat moet toch ook geen gemakkelijk leven zijn, hè? Nee, het is serieus moeilijk. En wat gebeurt er dan als je je zin niet herhaalt? Ik ben bang dat ik dan dood ga.
Ik ben bang dat ik dan dood ga. Zeg, Fritje, staat dat ook op die fiches? Ja, waarschijnlijk wel, maar dat moet ik even opzoeken, want dat ken ik er niet van. Maar het grote voordeel van alles twee keren te zeggen, dat is dat dat perfect symmetrisch is. Ik vind dat fantastisch. Dank je, dat is heel lief. Dank je, dat is heel lief. Zeg, en wat is haar kleur? Lila. Lila. Waarom? Dat doet me denken aan een plezant liedje van Eurosong. Lila, 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 lila. Dat doet me denken aan een plezant liedje van Eurosong. Lila, 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 lila. Ah, Sanasse, je hebt gevonden. Dat heet Palilali en Echolali. Maar godverdomme zeg, we zijn er allemaal namen voor. Oh, oh, oh. Ah, en? Is het al niet? Het spijt ons, mama. Maar wij hebben de dokter nog niet kunnen contacteren. Pieskoemer, hè! Ja, wacht op. Om hier zo te zitten, geen woorden. Ik vind dat echt niet kunnen. Ik vind dat ook niet tof. Tof. Ja, zeg, ik kan daar niks toch nog een beetje openzetten. Oh, kan wel open. En dat stopt. We hebben contact gehad met de luchthaven van Frankfurt. En het schijnt dat zijn rug is. Het schijnt? Het is zelfs niet zeker? Toch wel. Ze zijn opgestegen. Geen probleem. Hoe lang geleden? In het slechtste geval duurt de vlucht nog 50 minuten. Wat dan? Nog 3000 seconden! De rotzak! Als u ons nu wilt verontschuldigen... Wij gaan terug naar de telefoon. Ja, zeg. Kunnen we dan niet toch onze beats laten bellen? Dus gaan wij niet toch, hè? Nee! Ik ben met een keer vleugels op het garen. Wat is dat met jou? Zeg, zo vliegen de microben wel buiten, hè? Buiten. Buiten. Binnen, ja. Waar zitten wij nog 50 minuten lang, is er? Excuseer me, het weer maar eventjes allemaal te veel. Ja, nee, wat kan wij in nog 50 minuten zitten doen, zeg? Heeft er iemand toest in de gezelschapsspraal? Oh ja, waarom? Ja. Bedankt dat van zo'n spulletje, hè? Pitchback! Ja, misschien speel ik altijd vlooien spel. Wat? Vlooien? Tegen dat! Weet je wel dat er vlooien zijn die wel meer dan 2 millimeter groot worden? En die veroorzaken een huisuitslag. En dat gaat zweren, gelijk een steenbus. Ik zou nou niet naar even komen om wat aan ooit te spelen, hè? Wat zit er zoal tussen? Een schalken? Ja, we moeten met 6 kunnen spelen, hè, Bobke? Een scrabble. Wat denk je van een scrabble? Bedankt voor de massa-hysterie. Natuurlijk een kursjoet. Versta geen Engels. Ja, zeg. Sorry, zijn er maar 2 minuten in verbazen, madammetje. Dus een pixelie. Dat ken ik zelfs niet. Dan moeten we tekeningen maken. Zeg, die doe eens. Zijn die niet al vies en gekeuzeld? Oké, het is toch nog niet wat overroep, dat is alles. Zeg, er is hier ook nog een ouderwetse monopolie. En dat is die Antwerpen, een Antwerpse versie. Oh, dat is... Dat kan ook wel zand worden. Dat denk ik ook. Dat kan ook wel zand worden. Thank you.
Schiet hem hoog en komt hem, hè! Ja, ja, maar na niet, vriendje. Na zijn we aan het spelen. Allee, Lily, zeg het een keer. Door de Vindersdag. Ga je dat kopen of niet? Of ga je dan niet maar naar de winkel schappen? Ik ga die kopen. Ja, ik ga die kopen. Dat is heel goed. Dat is dan 300 euro. 100, 200, 250 en 300. Dankjewel. Goed dat ik hier de bank ga. We gaan ons weer even niks weggegeven. 100. 200, 250 en 300. Alsjeblieft. En dan is daar Emma. Ah, die komt het leger. Zo, jij dan ben ik even thuis geraakt. Ik heb de centraal en de luchtbal. En dan heb ik de elkaar al draaien. Ik ben nog juist de zotstaan. Ik zal er vieren, hè. Dan gaan we nog wel bloeien. Dan maak ik eens. Is dat mij echt nodig om die teerlingen zo vast te pakken? Dat is wel heel onhygiënisch, hè? Ik heb gistermorgen nog thans mijn handen gewassen, hè? Dikke neemt. Elektrabel. Oh, maar een elektriek. Ja, we verstaan dat ik met heel die miserie niks wil te maken hebben, hè? Maar ik kan dat toch maar kopen. Nee, sta je na, Fritje. Ja. Ga verder naar de lange Koelpoortstraat. Indien u voorbij start komt, passeert u. En u krijgt 200 euro. Alles, voilà. Je komt erbij start en dat is dan 200 euro, maar ook anders is niet goed. Ja. Goed gedaan, Fritje. Oh, alleen maar wat geluk gehad. Richt in de Kloosterstraat! Nee, in de Kloosterstraat, in de lange Koepoortstraat. Zeg, maar weet je wat ik me aan je afvraag? Hè? Dan zijn we nog maar twee rondjes verder. En ga je dan vijf straten. Hè? En doordat je elke keer langs start passeert, dan krijg je ook het meeste geld van ons allemaal. Tja, en ik veronderstel dat je exact weet hoeveel geld dat ik heb. Tuurlijk, 795 euro. Dat is het de raakste. Allee, wij staan er nog. Wit. 10. Ah, op de straat. 60 euro. Ga je dat kopen? Dat is niet schappelijk, hè? Hé, maar zeg, doe het alsjeblieft als dan een bob is. Tjens. Oh, verdamme, hè, zeg. Dat werkt zoek naar systeem, hè. Ga je de zoenen roten, zeg. Och, dat is niet erg. Ik vind zo'n monopolie met euro's geen echte monopolie. Moet je aan de taart meegaan, hè, madameke? Voor haar is dat gemakkelijk. Haar heeft het lekker raket. Maar voor mensen dat altijd in frangen hebben geteld, is dat niet simpel. 1 euro, dat is 40 frangen. Nee, 40,3399. Oh, beleefd, alle mijn mond werkt weer al oude van haar cijfers. Bon. Ah, ik heb eindelijk weten ze of dat Abdaastraat in dat matje van haar terechtkomt of niet. Ja, ik hoop de Abdaastraat. Ah, dat is goed. Dat is dan 60 euro. Echt. Amerika, yes, die wou ik maar. Ja, sorry, maar dat zal niet gaan, hè. Nee, die kost 300 euro en je hebt maar 210 euro meer. Dat kan goed zijn en toch wil ik zimmer. Waarom? Omdat er een schoon symmetrische straat is met lief bloemen op je kanten.
Ja, en ze begint aan het neef Justitie Palaas en zendigt aan het aantje steeds maar. Dat is ook symmetrisch. Maar ja, spaartige jongen, je kunt ze niet kopen, want ik heb geen geld meer. Allee, maar ja, het is een... Nee, ik wil dat Amerika laag, punt onderaan. Zeg, maar het is toch maar een spelletje? Ik wil dat Amerika laag, dat hoort nu. Een opvliegende zot. En dan ga je al vallen of zo? Zo. Ja, Bob, als ik je daar een plezier mee kan doen, wil ik die 90 euro die je tekort komt, dus ja. Lenen ze dan. Ik wil ze ook wel lenen. Hola, Paula, je wordt niets gemarcheerd, dit en niet verkocht verder, alles in orde, Lenin. Dat moet niet per se. Nee, jawel. Toen wij in de taart nog met vrij speelden, dan mochten wij geld lenen waar hier dat allemaal waren. Zeg tot de kop van mijn zot! Ja, maar dat moet je niet doen, hè, maar... Wat is het? Moet je iets bejaard spelen? Ik haal de spelregels. Oh, ja. Kom maar, we kunnen bestemmen, we zullen ons hand in boek steken. We stemmen er goed op. Oh. Momentje. Steken wij onze hand op om te beslissen of we gaan stemmen? Of stemmen we om te weten wie er akkoord is dat we geld mogen lenen voor alles verkocht? Nee, momentje! Steken wij onze hand op om te beslissen of we gaan stemmen? Of stemmen we om te weten wie er akkoord is dat we geld mogen lenen voor alles verkocht is? Zeg, Lili, dat is wel de eerste keer dat je zo'n lange volzin hebt gemaakt. Meestal haal ik alles zo kort mogelijk. Maar nu word ik meegesleept door het spel, laat ik me gaan. Meestal hou ik alles zo kort mogelijk, maar nu wordt dit meegesleept door het spellen, laat ik me gaan. Zeg, maar na je mag spreken, dat men aan hier nog maar kleinzinnetjes maakt. Hè? We hebben een heel braaf mesje spelen. Kleinzinnetjes, dan is dat verbaasd, want anders gaat de zoen erop, hè? Dat verstaan we. Amai zeg, als ik hier niks mag zeggen. Dus iedereen die het akkoord is dat er geld mag geleend worden, die stikt zijn af. Ja. Godverdikkes. Hier is je op en zo. Ik huur nog 10 euro. Ja, zo gaat het. Nou, komt in, manneke. Hier, komt in. Dat is iets vol, micro. Dat is dan. Ja. Vijf. De pipa! Lieve meneer, ik moet echt naar huis. Alles is overstroomd. Als je dat mee, als je die naar kunt, dan kun je maar poepelen met een factuur. Of misschien is dat een hele boel de nieuwe. En als je wilt kunnen rollen met een lip, dan zijn het alle twee niet. Ah ja? Waarom waren dat tegen mij? Dat weet ik niet. Wat is dat nu al? Is het tegen een meisje? Ja, dat is poepelen. Maar wij gaan ik koop het. En dan zullen we straks wel zien. Ja, dat is goed. Wie heeft die zo na? Vijf. Ik ben bij mijn eigen. Vijf. Ik ben bij mijn eigen. Ah, ik hoop dat ik kan draaien. Oh, het verdikken is juist niet, hè. Rubbeslaar. 1577-1640. Gesterven taart als het bedrijf van de liefde. Zo, dat... Ja, we kunnen dat kopen. Zo is het, hè. Dan is het aan je eigen frik. Wat is dat aan, hè? Ja, ik heb terug de schoenen in, hè. Nee. Algemeen klotafonds! Ontvang je jaarlijkse uitkering van 100 euro. Ja, dat is niet. Ah, ja, ligt die tering in? Ik kan mijn naam besmetten. Ja. Vier! Ja, kas. Ja, direct naar de gevangenis. Indien de langs dat komt, ontvangt u geen 200 euro. Zeg, de gevangenis zit vol met een apparaat. Mag ik nog een ander kusje trekken? Gegooid is gegooid. Dat trekt hier!
4. Zijn de menage. Ja,
betaal uw doktersrekening. Maar als je in de wereld nog thuis zit, dan zie je een paar moeselijks bij je. En die stuurt wel een rekening, zeg. Je moet godverdomme dat niet verlegen zijn, zeg. Ja, dat is nu eigenlijk al niets, want... Even zitten hier. Ik zal eens gaan zien. Zeg, nou weer allemaal op die kaartje leven. Zeg, kunnen we nou eindelijk eens die stafjes verhalen? Dan kunnen we beginnen met bouwen. Nee, je wordt niet gebouwd voordat het alles verkocht is, anders ben ik failliet. Ja, zeg, mijn stafjes, hè, dat ligt vol vuil en afval. Nou, maar ik vind die stasis hier romantisch, hè. Ik heb die van ons leren kennen op de perron van Berghem station. Nog niks. Allee, dat is nu aan mij. Ja. Hoeveel moet dat kosten? Dat is onder de euro. Om lekker draaien, hè. Wacht tot ik ze vier, hè. Dan... Zoals staan ze bij hem, dan is het 200 euro, hè? Ik heb het al. Ah, oké. De blanche is niet wel. Nee. Ik sta niet gevaarlijk. Gevaarlijk, ik mag niet. Ja, maar als je dubbel gooit, mogen eruit. Ja. Maar die kan geen dubbel gooien, want ze met 5 gooien. En vaak is geen dubbel. Ja, wel als ze eerst 2 aangegooid. En dan een 1. En een 2. Dan krachten we. Ja, wel als ze eerst 2 apen wordt. En dan een 1. En een 2. Dan krachten we wel. Als dat lukt, dan wil ik pas stoer zijn. Ze kijken naar niet zo gezien. Want die mannen taxi. Nee, je wist niet weten hoeveel dat er geblet al in iemand een taxi in een balans gezicht hebben. Daar zou ik daar al van vergeten. En hoeveel dat er iemand een taxi al gekotst hebben, hè? Maar dat is natuurlijk niet helemaal anders, hè? God, maar waarom dat je goed tegen een taxichauffeur zou moeten rusten? Ja, Maria, daar kan ik nu wel niet mee akkoord. Er zijn nu niet veel mensen die mijn probleem begrijpen, hè, maar... Ik ben een tijd geleden ingestapt in... De Bergmarathon! Nee. Ik bedoel, in een taxi. En ja, kan ik die mensen natuurlijk na een paar minuten al voor het vuil van de straat uitgescholden, maar... Alle chance dat die mens een dag voor die een reportage over mijn ziekte gezien. En ja, we zijn toen aan de praat beginnen slagen. En dat gesprek dat werd op menselijk vlak zo interessant, hè. Dat ik hoopte dat we ons ergens zouden vastrijden in een of andere film, dat het gewoon nog eindeloos zou mogen blijven duren. Dat is wat anders, hè. Die mens, die heeft mij echt een magnifiek cadeau gedaan. Die heeft mij gedurende die hele tijd aanzien als een normale mens. Hoorde dat? Oh, dat springt ons kleintjes. We willen alleen wat troosten. Oh, dat is schattig, hè? Ten zaad dat je hebt bezit, hè? Maar kom, zal ik iets voor je zeggen? 1. Nee, dat heb je niet gerookt, je hebt niet gerookt. Nee, dat is waar. Ja, ze heeft ze gerookt. Dat is niet waar. Ja, ze heeft ze gerookt. Dat is eerlijk. Dat is niet waar. Ik zit bij haar, ja. Het is nogal een witte dood, zeg je mij samen. Zolang dat je maar niet op mijn stage komt. Zo'n student, dat is ook niet meer staan, hè. Bij Alfons, patroon van de taxichauffeurs. Amen. Nee. Je bent toch niet zeker? Dat ze daar niet gerokt? 8. Breda-Bal. Die heb ik al. Nog maar nog eens, ik heb te doen. Sorry, matje. Mijn nagelen bloeien ze. Kom al, een 6. Oh, nu naarden! Wat? Heb je die laag gezien? Welke laag? Die zwarte traan, een dikke zwarte laan. Die dikke zwarte laan in het midden van dat vakje. Dat kan niet gaan opstaan. Ja, dat is niet goed. Ja, dat is kaka. Kaka? Wow! Je moest die zweet, hè? Kaka! Zwaar! Zeg,
Zeg, Alfons, dat is nou wel niet tof wat je doet. Ja, ja. Dat is mega loser. Ja. Dat is mega loser. Ja. Laat hem als cinema verkopen. Spijt. Daarna. Maar ondertussen staat er nou wel bij je. Hoeveel moet ik u? Verwaar? Ik sta bij u in de Staatsestraat. In de Schipperstraat hier. Gaat die circuit weer beginnen? 16 euro, dat kan ik het zeggen. Ah, doe geld, papa. Maar je moet ze er meer zijn in je stil. Graag. Ja, kaas. Bekeer u tot de islam. Boetewege stronkers, je hebt 20 euro. Dat is nou dom op, Fatjari. Ik denk, moet een druppel afkomen. Nee, dus hij zit er wel eens de miswaarde op, nee, kapper niet. Tisa, Tisa. 6. Algemeen fonds. 6. Algemeen fonds. Ah, daar is dan maar, hè. Wacht. Ik heb mijn kaartje nog niet gelezen. Wacht. Ik heb mijn kaartje nog niet gelezen. Betaal een boete van 10 euro of neem een kanskaart. Betaal een boete van 10 euro of neem een kanskaart. Wat doe ik het best? Wat doe ik het best? Nou, dat 10 euro wil er niet druk zijn, hè. Dat is waar, dat is waar. Wacht, het is een maand. Jullie in het leven voor de risico's durven pakken. Steentje? Steentje? Zeg, hoor je risico's aan zo? Heb ik hier iets op? Nee, nee. Vroeg me af of die boete moet betalen of kans trekken. Ja, maar nee. Nee, nee. Vroeg me af of die boete moet betalen of kans trekken. Dan gaan we toch wel verder. Dat is een rondje. Lili, je hebt niets te verliezen. Pak een kanskaart. Oké, okay. Ik doe het. Ja, ik doe een boek, hè? Oké, okay. Ik doe het. Ah! Oh. Wat is? Wat is? Ga naar Berchem Station. Miljarden! Als u via start gaat, ontvangt u 200 euro. Kijk, je zegt dat niet waar is, hè? Ga naar Berchem Station. Miljarden, hè? Als u via start gaat, ontvangt u 200 euro. Verdomme, hè. Dat zal maar jouw schuld zijn. Want als je het niet opgestopt hebt, dan had ik die kans gehad. En dan had ik die... Verdomme, hè. Wat dan? Zijn er niks vergeten? Ja, ja. Eerst de god, verdomme. En dan komt dit, manneke. Voilà. Maar dat als er komt is, kom ik u nu binnenhalen. Ik wil die staan. Ja, het is al goed. Ik zal wel wisselen. Ah. Ja, het is al goed. Ik zal wel wisselen. En wat wil je daarbij hebben? Ja, ik kan ook kunnen doen, broeien, ja, ja. Alles? Alles? Oh, alles. Wat alles? Wat bedoel je met alles? Dat wil zeggen, alle kaartjes behalve de staties. Dat wil zeggen, alle kaartjes behalve de staties. Maar, ja. En al uw geld, of course. Maar. En al uw geld, of course. Maar ga ze zo, dan heb ik niks meer over. Maar wel, en vier staties. Ja, ja, maar dat kan ze me goed ontbloeien. Eerst, ik heb mijn stemmen zijn, je hebt mijn geld op je. Eerst, wat is dat hier? Alles, hè? Anna. Ja. Hé? We hebben de luchthaven aan de lijn gehad. Sorry, dat is één. Zijn vliegtuig is geland, maar het staat geblokkeerd op de tarmac. Door een kapotte loopbrug. Een kapotte loopbrug? Een kapotte loopbrug? Kijk, dat loopt het schaart van, hè? Ja, vriendje, we krijgen daar allemaal het loopt het schaart van. Schaart van! Allee, concreet gezien wil dat dus zeggen dat je een dokter vandaag niet meer naar hier komt. Tot, wel, mevrouw. Hij komt
ze zeker, man. Maar het kan nog een uurtje of misschien 2 uur. Oh, een uurtje of misschien 2? Maar dat is een schandaal. De mensen zullen laten wachten. En dan nog wel zieke mensen. Een uurtje of misschien 2? Schitting rond en moet bollen, hè? Ja, bedankt, Bobke. Dat is ook stim niet triest, hè. Maar ja, misschien in de goede gedaan, want ik ben nog maar een krokodil. Ik was toch gewonnen. Luister, hè, assistente, ik kom thuis. Maar ik wil dat je tegen de dokter van mijn voeten zegt, hè, dat hem nog van mij gaat horen. Want een jaar wachten om een monopolie te spelen, dan moet ik volksbedreiger raken. Ra-ra-ra! Ga je van mijn god, ze moeten nog worden. Ik zit naast de dood verbiezen. Maar ze er niet in dit tijd zal ik het niet meer vol zitten. Waar weten, echt niet wat zeggen, behalve... Dat is spijt, ja, ik zal het kieken nu zeker. Dat is waar gedaan, dat is wel op 4 minuten gewonnen. Nog een keer dat verder. Oké, dan ga ik maar door. Dan ga ik maar door. Ja, ik hoor. Als het pas binnen 2 uur hier is, gaat het te laat worden. Als het pas binnen 2 uur hier is, gaat het te laat worden. We kunnen de deur met al van deur gaan. Ja. Ik wou wel blijven, maar nu ben ik te vijf. Ik ga overtuigd om aan groepstherapie mee te doen. Maar ja, als iedereen hier doorgaat... Ik ga niet deur, hè. Ik blaad, hè. Al was maar voor die groente dokter Sterren tot boeten in. En is te zien wat dat hem op deze situatie kan zeggen. Al wil dat hem wel riskeert, hè. Want ik denk dat ik hem goed wat toeker op zijn bakjes kan geven. Ja, dan blijf ik ook. Al is het wel om dat je stomiteiten gaat doen. Ah, dat is heel goed, vriendje. Dat is heel vriendelijk van haar. Zeg, Bob. Jij hebt wel eens aan de groepstherapie meegedaan, hè. Wat houdt dat eigenlijk in? Dat is heel simpel. Iedereen stelt zijn eigen voor, ligt zijn probleem uit en dan wordt er gedurende een paar minuten op ieder persoon afzonderlijk gefocust. Ja, maar excuseer me de uitdrukking, maar het is een beetje zoals een broekswerkaarting. Rossix! Je moest iets weten, wat vervolg je te horen! Als ik het dus goed begrijp, dan speelt de groep eigenlijk de rol van de dokter. De dokter die je stuurt, maar iedereen heeft er al een deel, ja. Zeg, maar dat kunnen wij toch ook? Niet zwazen, hè? Nou, waarom dat niet? Omdat wij geen therapeuten zijn en een dokter nog altijd aanwezig is om als herder over zijn schapen te roepen. Zit je dat bij mij over een noezelkwezel praat? Zeg, Alfons, je moet niet agressief worden, hè. Iedereen reageert op zijn manier. Jozus, als we nog niet in staat zijn om ons eigen te ontwaken gelijk dat we zijn, hoe kunnen we dan tolerantie van iemand anders vermengen? Oh, wel, Sir Blanche, ik heb het overschot gemaakt. We hebben niets te verliezen. Ik doe mee. En Blanche, ga de gaten tussen 2 grote kussen in mee, joh. Ik weet het nog niet, Sir. Zijn dat nog niet zo zeker? Ja, en ik in ook. Ga deur meedoen, Lili. Maar als jij meedoet, ik ook. Blanche? Als jij meedoet, ik ook. Allee, Blanche, een beetje moed. Ja, als je het niet voor je eigen doet, doe het dan tenminste voor de groep. Ja, allee, verwacht. Maar dan helemaal een plezier. Dankjewel, Blanche. Maria, mijn lieve Maria, vol van genade, gezegend zijn we... Je moet maar niet proberen te flatteren. Ik doe niet mee aan zo'n comedie, punt. Ah ja, waarom dat niet? Omdat ik het gevoel heb van in een volksstam neer te zitten in plaats van met een dokter. En ik mag maar een traan missen. Oh. Ik moet hier wilens binnen het half uur vertrekken. Zeg, Maria, zegt u ook nog niet dat je last hebt van siderodromofobie, hè? Ik heb nog nooit in het openbare wind gewonnen. Nee, siderodromofobie. Overdreven angst om hun trein te missen. Zeg, weet je, en hoe heet dat dan? Mensen die dat bang zijn om hun vliegtuig te missen? Want die krijg je regelmatig in mijn taxi, hè? Aha. Overdreven angst om hun vliegtuig te missen? Ja. Dat is dan aerodromofobie. Ah, ah. Dat vind jij zo iemand die zijn studies niet heeft gemaakt. Hoe noem je dat? Een taxichauffeur. Dat kan allemaal bedankt zitten, manneke. Je zegt vier bedankt allemaal. Stek deze daarin! Ja, strak.
ik heb deze morgen al een super gesteld. Hoe lang gaat dat duren ongeveer? Een uur kan je me voorstellen aan alles waar. Zit het? Spaardig. Maar zelfs met de beste wil van de wereld kan ik onmogelijk participeren. Nee, Maria, we hebben met elkaar al veel gesteld. We kiezen elkaar allemaal. Dus binnen een half uur als we dit beginnen, zijn we hier allemaal buiten. Ja, en dat past maar niet. Ik mag maar een trui niet missen. Oh, dat past niet, maar je gaat die niet missen. Allee, als we nu dit beginnen, we pakken 3 minuten per kop. Dan zijn we binnen 18 minuten buiten en dan gaan we altijd 12 minuten voorspringen op een trui. Geloof ik aan haar echt dat we ons problemen van jou kunnen oplossen in een paar minuutjes? Misschien niet meer, maar dan hebben we tenminste toch geprobeerd, hè? Ik weet het niet meer. Fred, wat denk je klaar? Ja, daarstraks was ik er helemaal geen voorstander van aan groepstherapie. Maar ik ken hem ondertussen al wel genoeg om te beseffen dat je hem niet gaat uitlachen of veroordelen, dus... Dat vind ik ook. Hey! Maria, 3 minuutjes. 3 kleine minuutjes. Wat jij geeft, Maria. Maar wat is mijn getal dat ik er niet geloof? Zeg maar, waar moeten we naar vragen? Doe niet iedere minuutjes. Ah, bidden hè? Bidden? Echt waar? Het was maar om te zwansen. Allee, waar gaan we naar doen, Bob? Ja, de groep houdt zich op ieder persoon afzonderlijk toespitsen om zo zijn probleem te ontwrichten. Ah, dus we moeten gedurende die 3 minuten proberen onze tic te overwinnen. Dat is het principe, ja. En gaan we dat doen? Gaan we dat doen? Ik kom aan een traan op, niet zo mee, allemaal.
met te concentreren. Concentratie. Ja, concentreren, de matten! Dat is al veel beter. Nog een halve minuut. Vritten we stront en zoekt we zaak! Ja, we moeten vrij te houden! Hoezee, dat doet altijd plezier. Afgelopen met de chacottenslut! Sapper in de toren horen! Ah, dat is een fiasco, dat kunnen we wel maken. Oh ja, sorry. Ik heb toch gezien dat het een goed idee was voor mij te beginnen. Allee, kom, doe niet eens verder. Dank je. Dat is naar mij zeker, hè? Dank u mee. Geen honderden verwachten dat je die niet loert, maar ik ga me volledig concentreren. Ja, ik ga mij niet stellen en zo. Nee. Dus, start en go! Ja, mag je me het wel iets zeggen, hè? Want anders zitten we hier morgen vroeg nog. Oh. Maar waar loopt het dan zeker? Dingen die dan maar verplichten om te tellen. Ah. Maar pas op, hè. Ik een victory als in de oorlog. Hè. Ik keer het niet op, hè. 12 keer 12. 144. Bravo, dat is een echte laatste. Nee, dat was verkeerd. Kom, we beginnen opnieuw. Je zult eens zien wie dat superman is. De Franse revolutie. Maar daar was ik nog niet geboren. Zonder niet meer naar Brussel. Nee, kijk, verder interesseren maar geen lap. Koning Albert, de... Zoon van Boudewijn. Een vijand volgens mij. Een broer van Boudewijn. Ik ben onder de indruk. Ja, ik vind het ook gemakkelijker dan dat tijdje, noem maar. Boei. Zeven. Nee, sorry. Nee, dat was niet zo. Onafhankelijkheid van België. Doe dat we de landen zijn mijn boten gesmeten. De Dalmatiërs. Ooo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 
Dan de tijd is misschien niet weet. De hoofdzonde, maar de werken van Jerker is gegeld door de Daltons. Zeg maar op welke die altijd. Ja, hier, 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 hier. Wel zo! Draag maar direct af! Oh, hier, 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 Nee, stop! Dat kun je niet zien. Maar jij hebt gelijk, dat is gewoon een plan mop, hè. Nee, dat kun je zien, ik stop ermee. Allee, waarom zeg je dat nu? Je hebt een inspanning geleverd, we hebben die allemaal gesteund. Ik vond dat heel straf. Vind jij dat straf? Ik heb de levende rekenmachine. Hè? Ik kan me nog in 10 seconden concentreren. En dan heb ik nog gepakt door de 3 biggetjes. Nee, dat kun je zien hier. Stoppen. Ik heb een doof, Britt. Eén er een afscheid te nemen en daar waren misschien nog een beetje gaan schakelen of zo. Zeg jij, genieten dan? Heb ik geen recht op therapie? Het marcheert toch niet? Voilà, Bonka. Het is niet dat voor u niet marcheert, dat voor haar ook niet marcheert, hè? Ja, en al werkt het maar voor één van ons, dan is het nog altijd de moeite om door te gaan. Ja, en al werkt het maar voor één van ons, is het nog altijd de moeite om door te gaan. Okay. Dat is het, mama. Pardon. Nee! Jij mocht gedurende 3 minuten uw handen niet gaan wassen. Nee, dat zou te gemakkelijk zijn. Dat zou te gemakkelijk zijn. En ook niet de deur van open zetten. Nee, dat mag ook niet. Stank en... Goed! Wat ik heb vastgepakt, hè. Maar mijn handen die zijn zo vaar en vies, hè. De man ook. Nee. Oh, mijn nagels zijn hier al. Mijn vingers stinken aan matjes. Nee, dat is niet goed. Ja, maar je doet dan niet. Zeg, 3 minuutjes, dat is voorbij. En misschien kunnen we wel iemand helpen. Maar zie je! Ik kom! Ik ben hier aan het doel! Nee, dat kan niet zijn. Wat gaan we doen? Het is al een eigen rotvullen als het terugkomt, hè? Nee, ons studie was er.
dat is niet. We beginnen opnieuw. Ja. Mag ik me echt zo'n ding eens niet meer zeggen? Oké, dat is afgesproken. Maar Lange, we moeten wel toestaan dat ik ze biedt u al bijna naar. Maar we moeten geen zorgen maken, ik heb ze heel proper gewassen er juist. Ja. Ja. Echt? Ik ook. En ik ook. Maar is ik ook dan zeker, hè? Nog erger als een kik. Zo'n fobie, dat is niet gemakkelijk. Hè? Dat mogen we niet onderschatten. In mijn waarin is dat juist hetzelfde. Die verstaan er heel goed. Zeg, wat kunnen we dan doen als de CB terugkomt? We doen alleen zo. Dat is niet slecht. Dat is eigenlijk wel een schitterend idee. Maar hier maar zo. Dat was natuurlijk eens aan een openbare vernedering in zich. Dat is nu aan u, hè? We kunnen naar het minst wachten tot dat ze terug is, hè? Ja, maar als ze direct hier achter elkaar weg is, dan is de vierde keer meestal wel. Hoeveel seconden? Een gemiddelde van 22 seconden. In 5, 4, 3, 2, 1. Kom aan, Maria. God, ik vrees het ergst. Jij mag gedurende 3 minuten niks kunnen uitchecken of controleren. Pam de Piet! Jezus Christus. En geen kruisjes maken. Is dat alles? Ja, klaar en go. Zeg je, ben je zeker dat jij sleutels bij je hebt? Ja, natuurlijk. Ben je daar heel zeker van? Absoluut zeker. Zeker. Heb je het nagekeken? Al 1000 keer. Ja, want soms denkt er wel dat iets hebt nagekeken en dan blijkt je sleutels er toch niet in te zitten. Ja, of dat je misschien wel de sleutels bij hebt, maar niet de juiste bossleutels. Dat je denkt dat je ze gehoord hebt, maar dat dit anders is. Klaar geld of een broche of zo? Ja, en als je de verkeerde bossleutels bij hebt, dan kun je de deur niet open doen, via alles af te zetten, zoals de gast. Nee, natuurlijk. Dat water. Dat stroomt. En dan komt het gewoon. Ah, alsjeblieft, ik wil met een sleutel, want ik wil hier niet eerlijk smeken. Ik? Of iemand van de familie?
Ja, ik. Of je dat wel eens wil? Hoe gaat het met die klaar? Uit de vingers, de pis! Och, kom hier, mensje. We steunen de allemaal. Om in deze opdracht te voldoen, zullen al onze diensten alle betrokkenheid ontkennen.
Wel, die bandje vernietigt zichzelf binnen 5, 4, 3, 2, 1. Inderdaad, van plakken baasje. Maar niet meer aan. Oh nee. En Alfons was aan het uitleggen dat hij boven over de lijnen moet wandelen. Ah, ja. Ik had het kunnen denken. Maar ja, een druk. Ik ben zeker dat het gaat lukken. Ik ben zeker dat het gaat Only once! Ja, dat is niet genoeg, dan moet ons iets anders waar zeker.
sorry. Wat was? Ja, sorry. Ik heb maar wat druk gevonden. Maar heel dat systeem van die therapie en die sessie, dat begint stilke aan de passesjes te werken. Dat is nog geen reden om mij op ons uit te werken. Ja, sorry, ik heb dat niet meer te doen. Ik heb me onvolwassen gedragen. Sorry. Typisch van een taxichauffeur. Hé, waar is dat begrip je naaste liefde? In een droerige noffel! Is er een probleem? Ja, dat was wel waar. Dat was daar al lawaai. Het enige wat ik heb nog. Dat was. Ik hoopte dat Babop zo wel gelukt zou zijn. Allemaal gestuurd. Ja, iedereen heeft een beetje roepen. Dat is waar. Welke hebben we eigenlijk Bob? Dat weet ik niet. Oh. Afons? Nee. Wat? Welke keer hebben we een Bob aangemoedigd? Ja, apart. Niet meer allemaal samen? Dat weet ik niet, ja. Allemaal samen. En jij niet? Allemaal hier, dat weet ik ook niet. Maar dat ruwe geschat, natuurlijk. Ja, zullen we ruwe geschat weten? En jij alleen? Oh, dat is verstandig. Ik weet het niet. Ik heb het niet geteld. Ik, wat? Ja, ik heb er zelfs niet aan gedacht. Oh, Alfons, je hebt het niet geteld. Ah, nee, ik zeg het toch. Ik heb er niet aan gedacht. Maar alleen, hoe komt het niet? Je telt toch altijd alles aan? Ah, het enige dat ik aan dacht, dat was een Bob en over die stoemelaan. Ah, wel. Als dat nu de oplossing aan ons probleem zou zijn. Wat? Ah, wel. Even niet meer aan jezelf denken. Jezelf gewoon vergeten. Ja, waarom zeg je dat? Oh, heeft er niemand aan iets gemerkt? Nee. Niemand? Nee, dat kan. Ah wel, toen Maria daar straks die aanval kreeg, dan is een Bob toch water gaan halen. En is er toch over die lijnen gelopen? Oh, ja. Goed gezien. Maar juist, heb je dat toen niet beseft? Nee, helemaal niet. Heb je dat toen niet beseft? Nee. Maar ja, die kreeg eerst zo'n aanval dat ik direct water zijn gaan halen. Maar dat wil zeggen dat bij Bob wel gelukt is. Maar dat wil zeggen dat bij Bob wel gelukt is. Allee, maar niet op het moment dat hem het verwachtte. Maar hij heeft zeker zijn lijn overwonnen. Ja, maar telt dat dan als het niet zijn tour was? Waarom zou dat niet tellen? Waarom zou dat niet tellen? Ja, het is het resultaat dat telt, hè? Zeker weten. Zeker weten. Ja, maar ja, dat is van mij ook gelukt, want ik heb ook aanmodingen gehad en ik heb ze niet geteld. En het waren er zeker 125. Maar twee of zo, dat is geen fiasco, hè? Drie is nog beter. Ah, is er dan nog een derde? Ja, Blanche. Ik heb een kikje. Toen ik daar juist had geschreven, werd mij getroost. En ik heb heel hard in mijn hand geknepen. Zonder uw handen te gaan wassen. Zeg jij er zeker van? Toen ik daar juist had geschreven, werd mij getroost. En ik heb heel hard in mijn hand geknepen. Zonder uw handen te gaan wassen. Maar dat is formidabel, hè? Hier staat waar iedereen mee zoet was. En daar heb je zus tegenovergesteld. Maar ik kan altijd mijn handen wassen als ik iemand in mijn handen. Of dat iemand in mij heen. Maar op die moment heb ik daar niet aan gedacht. Ik weet ook niet waarom. Ja, ik heb wel. Ja. Ah, wel, Blanche, omdat je met die handdruk je vriendschap aan Lily wou tonen. Oh. En vriendschap, dat is niet vies. Oh. Zeg maar, dat is toch schoon gezicht, hè? Dat is net precies een bond zonder naaste. Ja. Maar, dat wil zeggen dat we al aan 50% zitten. Ja. Ja. We vergeten misschien nog iemand. Waarschijnlijk wel. Het is toch wel knap, zo'n groepstherapie, hè? Wie is dat? Oh, wacht. Doe me voort. Ik zeg dat ik dan... Hé, oh, maar een trein? Ja, maar dat pakte toch gewoon de volgende. Wat? De volgende? Maar ze doet de plezantse toch zeker? Waarom niet is die er nog? Allee, waar ben ik aan zijn? En waar ben ik aan in welke vertikt? Allee, zicht is alles. Maar waar ben ik aan zijn? 18:23. Buitenstalse aan het Wapenmol. Schiet richting aan mijn oog! Kom, schaam maar in op. Ik heb het gevonden. Ah. Ja, ik heb nog iemand gevonden die zijn tik is vergeten. Ja? Maria. Wie? Maria. Ik? Ja!
in het begin, hè? Ja. Toen had Frik, toen heeft hij mij uitgescheten voor afgelopen met Jacobs. Dat is goed mogelijk. Ja, en toen heeft hij aan Jacobs niet gecheckt. Waarom had ze dat dan moeten doen? Waarom had ze dat dan moeten doen? Ah wel, iedere keer als het woordje Jacobs valt, hè, dan begint ze gelijk een zotte ding aan Jacobs te roepen. Ja, daarna doe ik dat alleen maar even omdat ik er maar aan ging afvragen. Ja, oké, het is een hard aan. Maria, weet jij waarom dat je dat er straks niet hebt gedaan? Ik was zodanig in shock dat ik er zelfs niet aan heb gedacht. Pas, hè? Als we dat nou nemen, dat Maria nog die pin overwonnen. Dan zit er al hier nog Lily en Frit over. Tja, ik tel niet meer, dat heb ik er straks al gezegd. En ik heb sinds het begin alles perfect gedaan. En ik heb sinds het begin alles perfect gedaan. Dat moet ze wel toegeven, Lily. Dat is als kleinste toch zo geren, hè. Ja, kun je soms toch zo vermoeiend zijn, hè, Bob, hè. Dan mag je me dat toch niet beschomd voelen als jij dat tot iemand aangetrokken voelt? Ik voel mij ook niet beschomd. Als jullie mij nog terug wilt zien, dan is mijn gsm-nummer 0486 44 33 12. 0486? Dat zal ik geen twee keer zeggen, hè. Maar we gaan wel op de ene taal. Tenzij dat je syfilis hebt, natuurlijk. Oh. Lily, ben je echt zeker dat je van begin af aan alles verkeerde gezicht hebt? Echt alles? Alles. Alles behalve één lettergreep. Welke lettergreep? Twee letters. Welke letters? P. Huh? P? Wanneer was dat? Was dat? Ja, dat was er straks toen dat een Alfonso een toer was. Die heeft hier 3,15 gezegd. Ah ja, ja. En ik kan een heel de buitenom naar de komma op de spa. Telt dat zo'n twee letters? Telt dat zo'n twee letters? Natuurlijk telt dat. Allee, hè. En weet je normaal niet waarom dat ze dat dan niet meer heeft gezegd? Ik schets zo, dat ze dat niet gezien hebben, dat ze een heel blijf kunnen is. En dan moet ze dat woordje twee keer zeggen, hè. En dan is dat pipi, en dan is ons kunnen veel braaf. En dat denk ik daarom dat ze dat niet gezien hebben. Zeg, Lily? Ja? Welke letter komt in het alfabet juist naar de G? K. Ja, dan. Ik heb niks gezien. Nee. Volgens mij is er te straks zo hard geconcentreerd op de Alfonso dat ze in een secondje een tik is gegeven. Eén secondje is niet veel, hè? Maar hoe dikwijls is dat de laatste 10 jaar al gebeurd, Lili? Ruwe schat! Nooit. Dan is die in één second misschien het begin van alle hoop. Verstaat dat niet? Als je het verstaat, zeg dan ja. Maar één keer. Hier een enkele keer. Ja! Nog een minuutje, maar kunnen we er misschien eens over nadenken? Hier een minuutje, hè? Want tjoeken, hè? Ja, ja, ja.
Wacht je nu maar. Ja, Wanneer? Nee, toch niet. Dat is een deeltje van ons leven, vrouw van Scherpenheuvel.
Ik garandeer niks, hè, maar wie weet, ik kan het er al op. Merci. Ik ga het altijd op zakken, we gaan afnemen. Goed, hè. Ja, hupsa! Afstikken! Met een sessie om 15:30 uur. Niet vergeten. Nee, zeker niet. Vissen!